ben zo blij. Ik ben echt blij. Nou, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Rowena en ja, ik zit lekker in Spanje. Nog steeds. Nog 3 maanden. Ik heb net lekker gedoucht. Ik heb vandaag gewerkt tot 5 uur. Daarna, even denken. Oh ja, wat het probleem was. Ik moest dus weer een video online gooien. Maar hier is het echt dus echt verschrikkelijk. Ik was dus 2 dagen geleden. Zo, ik kan echt niet meer praten. 2 dagen geleden was ik dus al begonnen. En toen heb ik 4 uur buiten gezeten. Toen was die op 7%. Nou, toen werd ik daar zo down van dat ik maar ben gaan slapen. Toen ben ik de volgende ochtend verder gaan downloaden. Toen heb ik weer 3 uur gezeten. Toen was die op 12% of zo. En toen werd ik weer helemaal down. Toen dacht ik, ja, echt, hoe is dit mogelijk? Dus toen ben ik vandaag weer begonnen. En gelukkig ging het vandaag wat sneller. Heeft denk ik in 2 uur tijd is hij helemaal, helemaal geüpload. Dus nu staat hij lekker op YouTube. Maar ik ga heel eventjes naar het terras. Ik ga even een drankje doen. En daarna ga ik slapen. Want Spanje die moet nou voetballen. Dus ik vind het wel leuk om eventjes te kijken. En daarna ga ik lekker slapen en morgen weer een dag werken. Hoi Jelt! En die Sanne! Hallo! Kijk, staat er. Jongens, Kroatië heeft gewonnen en ik ben zo blij. Ik ben echt blij. Ze wist die echt weer op voetbal. Jawel, dat is ik wel. Maar Kroatië heeft gewonnen, hartstikke leuk. De pub is helemaal leuk. Maar dit was het wel erg vol en wel leuk. Maar ja, nou is het leeg. Dat is Jeltje. Hi. Ja, leuk om hier in de pub. En mijn stem is gone. Heel leuk. Dank voor mijn vlog. Mijn naam is Jeltje Kapteins. Doe ook even een duimpje omhoog. En iedereen is lekker enthousiast. Hallo, mijn naam is Lisanne, Lisanne van Veen. Welkom bij mijn vlog. Dus je weet wat je moet doen. Abonneer, doe even een duimpje omhoog. Later! Oké, jongens. Ik ben weer thuis. Ik ben echt zo moe. Och. Dus ik ga echt lekker slapen. Het is nou iets over 12. En tijd voor mij om te slapen. Het is echt alweer later dan dat ik het eigenlijk wilde maken, maar niet uit. Dus, ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen deze morgen. Ik ben weer klaar. Het is nu 9:26. Over 2 minuten moet ik weg. En dan ga ik lekker eten. En vervolgens ga ik daar een beetje golven. Ja, 's middags heb ik gewoon film kijken, dus dat is gewoon wel relaxed. Dus... ik ga weer aan het werk. Lekker ontbijten. Nou, ik heb al eventjes pauze. Morgen dan is er een speciale dag hier in San Juan of zo. Dadelijk moet ik film kijken. Dus ik neem wel even mee. Kunnen jullie even zien hoe dat eruit ziet. En daarna heb ik volgens mij een meeting. Dat gaat dan over morgen. Omdat we morgen daar extra mini-disco moeten doen. En misschien nog eventueel andere delingen die we daar moeten doen. En dan zijn we weer klaar. Het is snel dagje. En dan vanavond niet zoveel, denk ik. Ja, dan zien we wel weer. Tomorrow. Jongens, jullie hebben echt alles gemist. Ik ben zo dom. Ik neem mijn camera mee. Ik denk, ik ga lekker alles filmen en zo. Nou ja, toen had ik hem dus hier in de kleedkamer laten liggen, kon ik hem dus niet meer pakken. Dus nou is er vuurwerk geweest, de opening is geweest. Echt heel jammer. En dus Nadine. Hoi Nadine. Hallo. Het is een Nederlands meisje, ze is net gisteren aangekomen. En nou, zijn we dus weer even aan het omkleden. Tada, hartstikke leuk. Tada. En dan gaan we dadelijk naar de discotheek. Dit is trouwens, ik kan je wel de kleedruimte laten zien, dat is wel leuk. Leuk! Dit is de kleedruimte. Woe. En we hadden het verkleed als piraat, maar helaas. Ik kwam alweer omgekleed. Toen dacht ik, shit, jullie hebben het nog niet gezien. Maar ja, het was natuurlijk alweer te laat. Dus, wij gaan lekker naar de discotheek. Laat jullie daar wel even zien hoe het eruit ziet. En het wordt vast heel gezellig. Moet je dit horen, jongens? Dikke vuurwerk. Je kan een klein beetje zien, jongens. Nou, dat was dan weer. Jammer dit. Oh,
Ja, zo kun je de Spaanse leren. Zapatos de baile. Of mis cuentos de Winnie. Winnie de Pooh, ayuda en casa. Nou, wat een feest. We hebben net gegeten. Een brood. Kijk. En we hebben worst gegeten. Van de Plus. Oh nee, van de Spar. En dit is Nadine. Hallo. Hallo. En dit is Rowena. Maar die wil je nu liever niet zien. Wij zitten nu in mijn huis. In mijn casa. Jongens, leuk dat je weer hebt gekeken naar mijn vlog. Vond je het een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Doei doei. Tot de volgende video.